Hey iedereen, dit is Bart en in deze aflevering gaan Gwia en ik naar Overloon, een klein dorpje in het oosten van Brabant. De meeste mensen kennen dit dorp vanwege de dierentuin en het museum over de Tweede Wereldoorlog. Maar wij gaan erheen om iets heel anders te doen. Een tijd terug heb ik een Nederlandse jongen leren kennen tijdens de filmopnames van de Koreaanse film Champion in Seoul. En daar hadden wij een hele leuke bijrol in. Zijn naam is Yannick en ook hij woont in Zuid-Korea. Maar net als ik is hij tijdelijk op bezoek in Nederland. Omdat hij gek is op de Koreaanse keuken, heeft hij ons uitgenodigd om zijn zelfgemaakte kimchi burger te proberen in de cafetaria waar hij werkt. Een beetje Zuid-Koreaanse cultuur op een hamburger, dat moeten wij zeker gaan proberen. Benieuwd naar zijn hamburger? Blijf dan kijken en geniet van deze aflevering. Yannick. Hey. Hey. Annyeonghaseyo. Hi, long time no see. Yeah. How are you guys? Good. Good. Yeah. Yeah. All the way to Overloon. Hungry? Yeah, really, I'm really, really hungry. Hungry. Really kimchi, hungry. Kimchi, burger. Just a simple hamburger. I just add some kimchi and kimchi. I made it in Korea. Oh, nice. Oh, shit. Kimchi is een traditioneel gerecht uit de Koreaanse keuken. Het bestaat uit gefermenteerde kool en groenten. En vaak wordt gezegd, hoe ouder, hoe beter. En het is echt heel uniek en speciaal dat Yannick als buitenlander dit zelf heeft gemaakt. Dat heeft Gwia zelfs nog nooit gedaan. Respect, man. It's like almost like 7 months old. Mm. Where did you buy the kimchi? I made it myself. Oh! Oh, this can you. Oh, that's okay. I love it. I made this myself too. Oh. I'm not going to buy any kimchi if I can make it. Nice. Do you want some wine? Free wine? Yes. Yeah, sure. Yeah. I like free. En voor de niet-Nederlanders die kijken, de plek waar Yannick werkt noemen wij ook wel een cafetaria of snackbar. Dit is de perfecte plek voor een snelle hap. Het meeste eten wat je hier bestelt wordt gefrituurd en de Nederlanders zijn er gek op. Ik denk dat je dit het beste kunt vergelijken met de Koreaanse gimbap jjumbuk. Niet qua eten, maar qua concept. En nu is het toch echt tijd om aan de hamburger te beginnen. Succes Yannick! So how's in living Netherlands now? Compared to Korea? 맛있는 음식 있었으면 좋겠다. 네덜란드 음식 맛없어요. 진짜. 날씨가 좋으면 괜찮은데 요즘 날씨가 너무 나빠서 속상해. 그래? 근데 한국도 지금 날씨가 아니, 지금 괜찮다. 아, 그래? 지금 괜찮대요? 나 따뜻한 날씨 좋아해서. 아, 진짜요? 근데 이번에 저번도 다 괜찮은데 지금 안 좋아. 지금 안 좋아. 이거 먹어본 적 있어요? 김치버거? 먹어본 적 있어요? 아까 먹어봤는데 네. 괜찮아. 괜찮아요? 친구들 맛있다고. 진짜? 네. 친구? 아니 그 친구들이 보통 이런 이상한 거 안 먹... 먹기 너무 싫었는데 네, 네. 괜찮다고 했어. 근데 네덜란드 사람 눈으로 이거 너무 이상한 거 있는데 한국 사람 완전 아마 네. 아직은 기본적? 그쵸? 기본적 맞아. 응. 맞아요. 그냥 약간 프렌치? 김치 없으면 살기 너무 어렵단 말이야. 그쵸? 나도 그렇게 생각해. I think 김치랑 이 프라이스랑 비슷한 것 같아요. 어. 네덜란드. 네덜란드 같이 와서 감사합니다. 네. So it's really 너무 맛있어. 김치랑 깻잎이 들어가니까 짭짤한 소티. 그냥 일반 버거에 김치가 들어가서 김치랑 그 깻잎이 들어가서 감칠맛이 들어가지. We zijn misschien heel slecht in eetreviews geven, maar ik kan je zeggen dat deze hamburger echt super lekker was. Wij zijn Yannick heel erg dankbaar dat hij ons heeft uitgenodigd. Kamsahamnida. Ik ga 이번 달에
다시 한국에 다시 돌아가서 한국에서 김치 햄버거 먹고 싶으면 그냥 인스타그램으로 연락 하세요. 야닉 투차이 이따가 링크 추가할게요. 감사합니다. Bedankt voor het kijken en als je nieuw bent op ons kanaal, vergeet dan niet te abonneren. Duimpje omhoog natuurlijk. In de volgende aflevering gaat Guia de bekende rauwe vis in Nederland eten. Haring. Tot dan.